De zwembaden die hebben de afgelopen tijd veel last gehad van de coronamaatregelen. Vanaf vandaag vervallen die maatregelen. Dus ook daar. Hè, en dat betekent geen QR-codecontrole meer bij de deur. Verslaggever Arend Dubbelboer die is in Lelystad bij dat zwembad de koploper. Arend, hoe blij zijn ze daar met die versoepelingen? Nou, volgens mij zijn de mensen hier heel erg blij dat er versoepelingen zijn. Want ik sta hier nu een tijdje. Ik zie hier een volle parkeerplaats staan. Het is een af- en aanlopen van met name kinderen die natuurlijk hier nog de laatste dag van de vakantie toch nog even willen gaan zwemmen. Dus volgens mij gaat het goed met het zwembad. Ik praat er even over door met Jolijn van Valkengoed van Zwembad Koploper hier in Lelystad. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het is lekker druk, hè? Ja, heel fijn om te zien. Ja, het is echt heel leuk. Blije mensen. En het mooie is ook nog, je ziet hun glimlach, omdat we het mondkapje niet meer hebben. Lang naar uitgekeken? Ja, enorm lang naar uitgekeken. We hebben natuurlijk heel veel gehad. Corona-toegangsbewijs heeft voor vervelende situaties natuurlijk geleid. Voor onze collega's, maar natuurlijk ook voor de inwoners. Want ja, daardoor konden veel mensen natuurlijk niet sporten en bewegen. En dat is nu allemaal weg. En het mondkapje ook. En dan zie je gewoon blije mensen die weer mogen sporten en bewegen. En jullie merken ook direct, het is een heel stuk drukker. Ja, zeker. Ja, het is een stuk drukker en vanmiddag zullen we dat natuurlijk nog meer zien met de zwemleskinderen. Daar zijn natuurlijk ook ouders die hun kinderen tijdelijk van zwemles hebben moeten halen vanwege dat coronatoegangsbewijs. En we hopen dat die kinderen natuurlijk zo snel mogelijk weer hierheen kunnen komen om te gaan leren zwemmen. Zodat we van de zomer, als het mooi weer is, in Lelystad waar heel veel water is, natuurlijk gewoon lekker kunnen zwemmen. Ja, want wat verwacht u ervan? Dat meer mensen nu ook op zwemles dan gaan? Nou, dat zal ook wel weer gebeuren inderdaad. We hebben natuurlijk ook wel grote wachtlijsten natuurlijk, ook omdat we de lockdowns hebben gehad. Nou, we hopen dat we daar natuurlijk niet meer in komen. En we hopen natuurlijk dat de kinderen allemaal terugkomen en weer op zwemles gaan. Maar je ziet het nu ook gewoon aan alle andere activiteiten. Dat er gewoon echt weer meer ruimte is. In het zwembad, maar ook bijvoorbeeld in de sporthal en bij de sportverenigingen in Lelystad. Want het loopt lekker door, het begint lekker druk te worden. Hoeveel mensen kunnen er nou naar binnen hier? Nou, er zit nog één regeltje ergens. Dat is van de 500. 1G boven de 500, dus dat je de test moet hebben. En eronder 500, dan is alles gewoon open. En wij zorgen er gewoon voor dat we daaronder blijven. Want we hebben tellers en daarmee kunnen we natuurlijk goed in de gaten houden hoeveel mensen wij in onze afzonderlijke zwembaden hebben. Ja, want daar komt het op neer. Als er hier binnen meer dan 500 mensen komen, dan gaat het 1G-beleid in. Dan moet iedereen getest zijn voordat je naar binnen mag. Ja. Dus jullie willen er eigenlijk voor zorgen dat er eigenlijk niet meer dan 500 mensen binnen zijn. Sport en bewegen willen we gewoon eigenlijk toegankelijk maken. Of, nou ja, dat doen we eigenlijk altijd. Dat probeert de Rijksoverheid probeert het natuurlijk nu op dit moment ook te doen. En wij zorgen ervoor dat we eronder blijven, zodat het gewoon mogelijk blijft om plezier te hebben aan sport. Want hoe doe je het dan precies? Nou, we hebben natuurlijk een systeem waar je e-tickets kan kopen en daarmee houden we de tellers bij. En als mensen eruit gaan, houden we dat ook bij, zodat we gewoon goed weten hoeveel mensen in onze accommodaties zijn. Het geldt natuurlijk ook voor alle andere sportclubs, hè. Die houden het natuurlijk ook allemaal in de gaten hoeveel bezoekers er zijn. Maar goed, we hebben hier niet een heel groot voetbalstadion of atletiekstadion. Dus we verwachten niet dat er heel snel meer dan 500 mensen bij accommodaties bij ons zullen zijn. Maar voor de zekerheid toch even tellen dus. We tellen wel, ja. En nu, het loopt lekker door. Buiten is het natuurlijk ook een beetje miserig nu waar we hier staan. Dus het is natuurlijk ook lekker om binnen warm in dat zwembad te gaan zitten. Hoe belangrijk is het dat het nu allemaal weer open is voor jullie? Ja, het is een beetje gek, hè, vandaag. Na regen komt zonneschijn. Zo voelt het toch eigenlijk wel, ondanks dat het buiten een beetje koud is. Nou, dit is echt ontzettend belangrijk voor Lelystad, voor onze inwoners, voor sport en bewegen, om gewoon weer echt in beweging te komen. En voor onze collega's ook. Je komt hier binnen en we hadden hier hekken staan met beveiliging. Om de toegangen, dat het coronatoegangsbewijs gecheckt kan worden. Het is in één keer weg. Je komt gewoon binnen en het voelt alsof van, oh ja, dit was 2 jaar geleden, was dit zo. Maar even wennen, of niet? Het is weer even wennen, maar je ziet wel veel vrolijker mensen en dat is wel echt heel fijn. Er zijn ook veel meer aanmeldingen van mensen die nu weten van, nou, het is weer allemaal open. Ik ga me ook inschrijven, ik wil weer meer zwemmen, ik ga een kind op zwemles doen. Merken jullie dat? Dat heb ik nog niet zo snel gezien vandaag, hoor. Want ik ben vooral nog gewoon aan het genieten van het feit dat je weer mensen echt kan zien. En ik hoop, het is gewoon voor iedereen wennen. En ik denk ook, de maatregelen gingen heel snel. En het zal de komende tijd nog even wennen zijn. En sommige mensen zullen het ook nog wel spannend vinden om weer iets te gaan doen. In ieder geval, het is nu genieten voor u, zie ik.
Jolijn van Valkgoed, hartelijk dank. Ja, binnen dus een grote toestroom van mensen die toch nog even willen genieten van deze laatste vakantiedag om toch even het zwembad in te gaan hier. Verslaggever Arend Dubbelboer bij de koploper in Lelystad. Hij sprak dus met Jolijn van Valkgoed over de versoepelde coronamaatregelen. Dankjewel.